Bijna alle vormen van criminaliteit in Nijmegen zijn vorig jaar minder vaak voorgekomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat maakte burgemeester Bruls en de politie donderdag bekend. We wisten dat na het eerste coronajaar 2020 uh, je wel ongeveer kunt inschatten dat die trend zou worden uh, doorgezet. Uh, wat ik wel opvallend uh, vind is onder andere dat uh, de digitale criminaliteit uh, in de cijfers althans uh, niet echt fors aan het stijgen is, terwijl we echt wel de indruk hebben tot daar uh, wel echt wel degelijk sprake is van een verschuiving. Hè? Dus minder. Uh... Zaken als overvallen of woninginbraken of, of geweld, uh, maar veel meer digitale uh, criminaliteit. De sterkste daling is te merken bij het aantal woninginbraken. En dat komt niet alleen door corona. Ik denk dat er in 2012 waren er meer dan 1400 woninginbraken uh, in Nijmegen. En uh, we zaten in 2019, dus zelfs nog voordat corona uh, begon, uh, op nog maar ongeveer een derde deel. En nu zelfs, in 2021, is het nog maar een zesde deel. Dat zijn zo'n 250. Uh, inbraak. Ja, dat is sensationeel. Dat, en dat kun je dus niet alleen toeschrijven aan corona. Daar is echt iets aan het, uh, aan het verschuiven. Digitale criminaliteit is juist toegenomen. Alleen weten we van deze categorie niet zo goed hoe hoog die precies is. Internet is wel iets anders natuurlijk dan als je op straat wordt overvallen of je huis wordt ingebroken. Maar het is wel ook een vorm van criminaliteit. Wat van belang is dat je melding blijft doen. Want we hebben wel de indruk dat er nog te weinig aangifte wordt gedaan. En dat is wel jammer, want daardoor kunnen we mensen minder goed helpen. En de politie en justitie hebben die informatie ook nodig. om beter te kunnen ingrijpen op die vormen van criminaliteit. Het ging vorig jaar veel over waalstrandjes. Sinds juni zijn die s avonds laat verboden terrein om overlast voor omwonenden te verminderen. Volgens Bruls werkt die maatregel goed. Je kunt heel duidelijk zien hoe in het vroege voorjaar die overlast echt sky high omhoog ging. Echt heel veel overlastmeldingen. En de maatregelen die we hebben genomen op de Waalstrandjes, maar ook aan de Waalkade, dus zeg maar rondom de Waal... Uh, die hebben echt wel een effect gehad, omdat in de loop van de jaren zijn die cijfers zelfs al in de zomer fors uh, uh, gedaald en ook vervolgens uh, niet meer hoger geworden. Maar of de maatregel ook deze zomer gaat gelden, is nog niet zeker. We gaan dat alleen maar doen als we weer de indruk krijgen van het gaat uit de hand lopen. We kunnen dat niet op een andere manier uh, oplossen. Uh, Kijk, vorig jaar, om het beeld nog even te halen. als daar honderden mensen in de nachtelijke uren zijn. ja, daar kan de politie niet tegen optreden. Dat is gewoon niet uh, te doen. Zoveel politie heb ik niet ter beschikking. En bovendien, in de nachtelijke uren kan de politie daar ook veel minder goed manoeuvreren.